Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe zwangerschapsupdate. Ik ben inmiddels alweer ruim 12 weken en dat betekent dat ik nu officieel in de veilige zone zit, zeg maar. De kans op miskramen is aanzienlijk gedaald en ja, dat voelt heel fijn. Als je denkt, ik praat ze zachter, dan is het omdat Niels lekker ligt te slapen. Maar ik wilde jullie heel graag weer een beetje bijpraten van hoe het met me gaat. En ik zal ook even, want dat deed ik vorige keer altijd, vorige zwangerschap, eventjes vertellen zeg maar wat nu het formaat is van het kindje en dat soort dingen. Dus dat ga ik even bijpakken. Ik heb daar zelf verschillende apps voor en ook krijg ik wekelijks een mailtje van de verloskundige. Maar ik dacht, ik doe het verhaaltje uit een van de apps, want die kan je zelf ook downloaden. Ik heb de app Zwanger en Zo en ik heb de Zwangerschap Plus app. Ik vind ze allebei prima. En ik lees ze ook altijd allebei, maar ik zal even die van mama en zo erbij pakken. Deze zegt al week 13. Welke dag is vandaag? Volgens mij zit ik niet in week 13, maar ik kan even verkeerd gerekend hebben. Het kan ook week 13 zijn. Dit is nu hoe het kindje eruit ziet. En er staat bij dat de belangrijkste organen en functies van je baby al ontwikkeld zijn. Veel is nu aanwezig bij je baby en deze week krijgt je baby ook al zijn vingerafdrukken. De aderen en organen zijn duidelijk zichtbaar door de dunne huid en het lichaam komt steeds meer in de juiste verhouding met het hoofd. Je baby is nu al 7,5 centimeter groot. Dat is echt een verdubbeling volgens mij van wat het vorige week was. Meet je vingers eens op. Er zit er vast één bij in die lengte. Het hoofdje is erg groot in verhouding, zo'n 1,5 vingerkootje. Nou ja, en dan staat nog iets over jouw lichaam en dat soort dingen. Dus dat is nu de situatie hier in mijn buik. Vanaf de 12e week, misschien zit ik al in de 13e week. Ik heb toch net de 12e in mijn hoofd. Nou goed. Wacht, ik check het even op de andere app. Als we het allebei zeggen, dan heb ik het gewoon verkeerd. Nee, deze zegt wel gewoon week 12. Wat wil ik zeggen? Vanaf deze week zou je beter kunnen gaan voelen. En ik merk het heel duidelijk. Ik merk dat mijn energieniveau weer echt een stuk beter is dan de afgelopen tijd. Kan ook zijn dat ik vakantie heb, dat kan ook meehelpen. Maar mijn moeder zei ook al van je gaat minder, je bent een beetje meer aanwezig in een gesprek. En ja, nee, dus het gaat wel, het gaat de goede kant op. Mijn huid... ik heb nog wel wat onzuiverheden, maar zeg maar de grote onderhuidse bulten die zijn ook aan het slinken. Dus in die zin gaat het de goede kant op. Verder voel ik me dus gelukkig een stuk beter dan de afgelopen tijd, maar dan nog, ik mag niet klagen. En ik zat te kijken, in Utrecht heb je het echobureau en die doen ook onder andere de pret-echo om het geslacht te bepalen. En ik dacht dat het vanaf 16 weken ongeveer was, 14, 16 weken, maar zij doen het vanaf 13 weken. Toen dachten we, dat is misschien nog wel leuk om dat samen in de kerstvakantie, als jullie dit doen, is natuurlijk de kerstvakantie al overbij als jullie dit zien, maar om dit samen met Niels in de kerstvakantie te doen. Dus daar zijn we even over gaan het nadenken. En ja, dat is natuurlijk super spannend van, ja, wat wordt het? Ik weet het niet. En ik had vorige keer ook niet zo'n heel sterk gevoel, volgens mij misschien wel. Weet het niet. Ik heb geloof ik niet ook het idee dat ik dat in filmpjes heel erg heb gezegd. Met z'n even een krabpaal. Maar ja, ik ben wel super nieuwsgierig. En verder zijn we bezig met een vakantie boeken met mijn ouders. En dat is in september. En dat houdt in dat de baby al geboren is. En ja, ik ben heel benieuwd hoe dat is. Met zo'n mini babytje op pad. Wel gewoon in Nederland. En gewoon een... huis met alle voorzieningen voor kinderen. Maar ja, daar ben ik toch wel benieuwd naar. Verder gaan we zelf ook nog op vakantie. En we willen eigenlijk met de camper naar Amerika in het voorjaar. Maar daar las ik ook allemaal nare verhalen. Dus nou ben ik toch een beetje in twijfel of dat nou wel slim is als je al zo ver in je zwangerschap zit. Dus ga ik nog even over nadenken. En ook zeg maar hoe ver het nu überhaupt een leuk idee is met een kindje van Niels' leeftijd. Nou goed, moet ik gewoon even over nadenken. En verder heb ik nu zwangerschapskleding besteld. Ik heb, wat ik al eerder heb verteld, ik moet eigenlijk altijd broeken hebben die onder mijn buik een mand hebben en niet er overheen. Dat vind ik echt verschrikkelijk zitten. Volgens mij zijn er meer mensen die dat hebben, want gelukkig verkopen ze op een aantal plekken, maar wel heel erg weinig.
er zijn vooral heel veel winkels met alleen maar eroverheen. En dat vind ik echt heel jammer. Dus eigenlijk bestel ik alleen maar op ASOS.nl of ASOS.com, ASOS.com. Daar hebben ze een kleine selectie aan under the belly. Of under the, wat zeggen ze? Under the bump banden. Broeken met under the bump banden. Dus dat vind ik heel fijn. Ik heb er nu een aantal besteld. Eentje zit supergoed en eentje twijfel ik nog over de maat. En ik heb er nu één aan. Die is van de Hennes. Die zal ik ook even een soort laten zien. Dat is de enige die ik bij de Hennes zag. Hoe ga ik dit doen? Op de bank staan. Het is een soort pantalonbroek. Ja, dit komt echt niet over. Maar goed, in mijn vlog zie je hem beter. Maar hier heb ik ook echt een band eronder. Ik zal sowieso even goed mijn buik laten zien. Verder merk ik dat mijn borsten echt enorm aan het vol worden zijn. Vorige keer had ik volgens mij nu al een grotere maat BH nodig. Maar ik ben eigenlijk nooit meer teruggegaan. Sinds mijn zwangerschap nooit meer teruggegaan naar mijn oude maat. Dus ik denk dat ik gewoon iets meer speling heb nu. Maar ze zijn echt heel erg vol. Ik zei tegen Sven laatst, ik heb het gevoel dat ze 10 kilo zwaarder zijn. Terwijl die, zo zien ze er ook uit. Dus dat begint nu ook echt, ze zijn ook heel warm. Dus dat soort dingen ga ik nu ook allemaal merken. En mijn buik is gewoon al best wel groot. Ik heb nu bijvoorbeeld een soort strak pyjama hemd ding. Shirt, jurkje. Goed verhaal. En iedere keer als Sven me dan aanziet, wow, je hebt echt al zo'n grote buik. De rest is gewoon nog normaal model, zeg maar. Maar mijn buik is echt gewoon al heel groot. Ik heb geen rare cravings. Ik heb gewoon op bepaalde momenten trek in iets en op bepaalde momenten totaal niet. Geen augurken, zoete dingen, hartige dingen. Geen specifieke voorkeuren. Zou ik iets meer naar hartig neigen? Nee, ik neig in ieder geval vooral heel veel naar kaas. Maar goed, ja, dat is niet een hele grote verrassing. Dat heb ik al de hele tijd. Maar nee, ik heb niet echt enorme cravings. Ik merk wel dat ik weer wat meer trek krijg. Dat is heel fijn. Want ik had echt gewoon geen trek op een gegeven moment. En nu heb ik gewoon wel weer trek. Dat is heel prettig. Dat je ook weer denkt, oh, ik heb wel zin om iets te eten. En ik ga deze kerstvakantie, dus nu het begin van de kerstvakantie, ga ik proberen echt ook een beetje rustig aan te doen. Een beetje op mezelf te letten. Een beetje goed op te laden weer voor na de vakantie. En deze kerst gaan we het vertellen aan de familie. En komt het video ook voor jullie online. Dus dat is echt super leuk en spannend. Ik ben er zo benieuwd naar de reacties. En ik ga even mijn buik nog aan je laten zien. Want volgens mij is dat dan ook weer voor vandaag. En dan is de volgende misschien wel de geslachtsonthulling video. Goed verhaal, Karin. Staan. Ik heb er nu nog een wijde trui overheen. Omdat ik natuurlijk nu nog een beetje een soort van... Oh, heb ik nou net een pluisje op mijn shirt gehad, jongens? Nou, goed. Omdat ik het nu nog een beetje probeer te verhullen. Maar dit is mijn buik met broek aan. Zoals je ziet is het echt al enorm. Ik zal hem ook even gewoon de broek naar beneden doen. Dit is hem van de zijkant. En van de voorkant. Ja, zoals je kunt zien, al een behoorlijk aanwezige buik. Dus ik ben heel blij dat ik het niet heel veel langer hoef te verstoppen. Want het lukt niet meer zo goed. Ik hoop dat je deze video weer leuk vond. Ik ben heel benieuwd naar jouw symptomen. Hoe jij je voelt. Hoe je je zwangerschap tot nu toe ervaart. Laat het vooral hieronder weten in de comments. En daar hebben andere mensen ook misschien nog wat aan. En ik wil je weer super bedanken voor het kijken. En ik zie je heel graag. Of zondag weer bij een vlog. Of ik denk dat er woensdag wel weer een extra video komt. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Dus ik zie je snel. Doeg!